Hey, weer een hele goede morgen groep 7-8. Gisteren was de challenge met de grote zeepbaard. En hoe komt dat nou? Nou, door dat wattenschijfje zitten natuurlijk hele kleine gaatjes. En als je daar doorheen blaast, dan komen er op heel veel verschillende plekken lucht uit het watje. Waardoor de zeep die daar in het watje zit, als een soort baard naar beneden valt. Oké, de challenge van vandaag is super makkelijk en super moeilijk. Want wat je moet doen, krijg ik niet voor elkaar. Ik ben benieuwd of dat jullie lukt. Het enige wat je nodig hebt is jezelf. En hoe de challenge moet, laat ik je nu zien. Oké, het enige wat je nodig hebt is je hand. En ik ga nu laten zien wat de challenge is. Let goed op. Je legt je hand op tafel met je middelvinger naar binnen. Zo, dus je legt hem zo op tafel. Nou vraag ik je eerst om je wijsvinger er even op te tillen. Nou, dat gaat prima. En nu moet je van mij je duim even optillen. Nou, gaat ook prima. Je pink gaat prima. En nu je ringvinger. Hoe hard ik het ook probeer, het lukt niet. Weet jij nou hoe dit komt? Laat het dan even weten in de beschrijving. En hoe het komt, hoor je volgende week bij de volgende challenge. Doeg!